en welkom bij een nieuwe serie, City Skylines. Voor jullie die City Skylines nog niet kennen, het lijkt een beetje op SimCity, alleen dan vele malen beter. Zeker als je het met de laatste versies vergelijkt. In SimCity heb je bar weinig ruimte om wat te bouwen en het lekt en het doet. En je hebt vrij weinig opties qua wegen en dergelijke. En in City Skylines loopt dat allemaal vele malen soepeler. Tenminste, dat vind ik en vele anderen. We gaan dus een nieuw spel beginnen. En dat doen we op een custom map, een user-generated content map, Norderhaven. Dat is een European North Sea map. Dus we doen gewoon alsof we in Nederland zijn. We hebben daar aardig wat natural resources, waaronder olie, ores, heel veel farming, grounds en forestries. Daar doen we helemaal niks mee, voornamelijk niet aan het begin. We hebben mogelijkheid van toegang met planes, dus we kunnen vliegvelden gaan bouwen, schepen, havens dus. Trains en snelwegen. 59% van de map kan bebouwd worden. Dat lijkt niet veel, maar het is echt een huge map. Zeker als je verder komt, want je unlockt steeds meer areas. En het thema is Europeaans. Dus geen wolkenkrabbers zoals in Amerika. Nee, we houden het een beetje dicht bij huis vandaag. Start the game. Ik heb het spel al een paar keer gespeeld voordat ik ging opnemen. Puur om even te kijken hoe de mechanics zijn, hoe werkt alles, wat moet ik doen, wat moet ik vooral niet doen. Het is altijd wel handig als je een filmpje maakt en je doet het een beetje leuk. Goed, dit is onze map. Binnen deze spikkellijn kunnen wij onze stad bouwen. Naarmate wij groter worden, kunnen wij aangesloten areas zeg maar unlocken en daar de steden verder in bouwen. Nou, zoals je ziet, dit is echt een huge ass area. Je kunt echt heel ver gaan bouwen. Maar we beginnen hier. En we beginnen met een kleine weg. Een heel klein stukje maar. Want ik doe dit puur om de andere wegen te unlocken. Want ik wil eerst een zesbaansweg hebben. Twee richtingsverkeer. Dit is een klein stukje, want die dingen zijn barre duur in onderhoud. En dan moeten we hem ook nog even aansluiten op die. En daar gebruik ik de Freeform Tool voor de wegen. Daar kan ik leuke bochtjes mee maken zoals ik ze wil. En niet zoals het spel ze denkt te moeten doen. Hoppakee. Mooi. Zesbaansweg aangesloten op de snelweg. Oh, kijk, hier hebben we een train track. En dan is het hier wel gaaf om uiteindelijk de industrie te doen. Maar goed, zover zijn we nog niet. We beginnen klein. Anders is ons geld op, want we hadden maar 70.000. Nou, dit heeft ons al bijna 10.000 gekost. Alleen dat weggetje. Deze trekken we door. Moet ik eventjes de straight road tool pakken. Dan hebben we een mooie weg met 90 graden. Deze kost bijna 5.000. Kan het iets goedkoper zijn? En die splitsen we hier af. Oké. Vierbaansweg. En dan gaan we naar de tweebaanswegen om de kleine zones te maken. Industrie maar aan deze kant. En dan doe ik gewoon. Aan elkaar. Gaat het gewoon. Oké. Nou, weer wat geleerd. Ik was gewend om dit met vierbaanswegen te doen. En dan moet je even twee hokjes verder. Dan telt dan mee met de bocht. Maar dat hoeft hier niet in. Alhoewel laat ik dat maar wel doen. Want als ik deze wegen ga upgraden naar vierbaansweg. Dan heeft hij die ruimte wel weer nodig. Yep. Want dan pakt hij hem van wat je al gezoond hebt, zeg maar. En dan ben je dat kwijt. Twee hokjes ertussen. Dat wordt het industriegedeelte. Even kijken, dan hebben we nog 50.000 over. Dan moeten we een beetje oppassen. Dat maar eerst even voor. Dus het, hoe noem je dat? Commercial zoning, winkeltjes en zo. En dan wordt het tijd voor residential. Laten we ook.
ook twee stukken tussen. Dat zijn er drie. Dat zijn er twee. Hoppakee. 40.000 over. Oké. Wat we moeten nodig hebben is natuurlijk electricity. Kunnen we gaan voor een coal power plant? Dat kost ons 19.000 euro en dan hebben we 40 megawatt aan power. Windturbines kosten veel minder, 6.000. En dan hebben we maximaal 8 megawatt. Maar hebben we hier ook 8? Kijk, als ik hem hier plaats, heb ik 4 megawatt. Hoe donker de kleur op de map, hoe meer megawatt. Dus hier heb ik 8 megawatt. En dat kost ons 6, dus 16 voor 12. Oké, dus dat is twee keer zo duur als een kolenplant. Alleen ik heb nu niet het geld om 20.000 uit te geven aan een kolenplant. Laten we maar beginnen met twee van die windmolentjes. Even kijken, we hebben water nodig, waterpumping station en een waterdraining pipe. Dit is het riool en de pumping station, daar pomp je vers water mee op. Moeten we even kijken hoe het water loopt. In de witte pijltjes kunnen we zien dat het water loopt van boven naar beneden. Dat houdt in dat ik aan de bovenkant de waterpompen moet plaatsen en aan de onderkant het riool, zodat het rioolwater naar beneden loopt. Als ik dit nou andersom doe, dan loopt het rioolwater woep, zo de pomp in hier en dan vergiftig ik iedereen. Is op zich wel komisch te noemen, maar niet handig als je een grote stad wilt bouwen. Kijk, de waterleiding trekken. Kijken hoe we dit zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Dat zo min mogelijk leidingen trekken, want dit kost allemaal geld en onderhoud per maand. Eerst maar eens zo doen. Ik hoop 10.000 over te houden in ieder geval, tenminste. Voor een buffertje. Want straks hebben we geen power meer en dan moet ik die weer gaan bouwen. En als je dan geen geld hebt, dan heb je toch een klein probleempje. Even kijken, stroom trekken naar ons pompstation. De blauwe omranding, zeg maar, dat geeft aan waar er stroom moet zijn. Wat stroom nodig heeft. Goed, alles heeft stroom, alles heeft water. Nou, dan kunnen we gaan zonen. Zoning. Even kijken, residential. Dit mag residential worden. Allemaal. Dit niet allemaal. Daar gebruik ik de kwast voor, dan kan ik het wat preciezer doen. En nou het emmertje om de hele handel weer in te vullen. Hoppakee. Hier wil ik commercial van maken. Moet ik dat ook zo doen trouwens? Nou, laat ik zomaar beginnen. Oké. En hier industrial. En dan pak ik er even quasi. Oké. Oeps. Daar niet. Zo. Oeps. Oké. Nou, we hebben 12.000 over. Dat is mooi. Ik heb geloof ik overal aan gedacht. Dan zetten we hem op play. En dan beginnen we. Oké. Eens even kijken. Het duurt even voordat er wat gebeurt. Even zien. Hier onderin kunnen we zien wat wij aan geld verliezen of binnenkrijgen. Dat is de omzet, zeg maar. En als ik wel wat meer gegevens over wil hebben, ga ik naar het economy scherm. Budget tapje. En dan zie ik wat ik kwijt ben aan allerlei onderhoud. En hieronder zie ik wat er binnenkomt. En er komt nog niks binnen, want er is nog niks gebouwd. Ze zijn nog bezig. Zo te zien worden er aardig wat huizen gebouwd in één keer. Dat gaat rap. We verliezen op dit moment 800 euro per week. Daarom wil ik ook graag een buffertje hebben.
Als het goed is, zien we zo wat mensen aanzien komen over de snelweg die bij ons in de stad willen gaan wonen. Oh, zullen ze de stad trouwens eens even een naam geven? Springfield, dat vind ik zo'n standaard naam. Eens even kijken, hoe zullen we hem noemen? Als we er nou een groene stad van maken, veel natuur. Greenwood, dat vind ik wel een leuk. Goed, Greenwood. Komen er al auto's aan? Nog niet. Ah, kijk. Er komt zo wat aan. Er rijdt in ieder geval aardig wat langs. Waarom is hier nog steeds geen power? Daar heb ik toch al gezoomd? Ja. Zal ik hem eentje doortrekken? Misschien is dat het. Of er is gewoon nog steeds geen behoefte aan de industrie. Omdat er nog niet genoeg residents is. 1100 euro per week verliezen we nu. Oh, we hebben 20 inwoners. Zijn die er al? Nee, want ik zie nog geen auto staan. Zullen we eens even wat huisjes bekijken? Ik heb er ook wat Nederlandse huisjes in gedaan. Die kun je ook downloaden via stream. Steam. Nee, dat zijn Nederlands ontworpen huisjes. Door Nederlander gemaakt, Nederlandse speler. Die miste dat toch in de Europese map. Dus dat zit er nu weer in. Nederlandse rijtjeshuisje. Oké, wat hebben die in godsnaam in de tuin staan? Is dat een gigantische picknicktafel? Dat is wel een hele grote picknicktafel. Dat is wel een lekker barbecue. Eens even kijken wat dit... Het zit, is één kind en twee adults op dit moment. Ze zijn alle drie zo dom als de neten. Ze hebben geen educatie gehad, geen onderwijs. En eens even zien, wat is dit voor grote huisdier? The Holly Residence. Ook allemaal domme mensen. Dat verandert allemaal nog naarmate we scholen kunnen gaan bouwen. Dat kan nu nog niet. En onze commerce heeft geen stroom. Daar moeten we even wat aan doen. Zo. Jij behoort eigenlijk stroom te hebben, toch? Waarom bouw je nou aan die kant van de weg? Ja. Hoppakee, ook opgelost. Als het goed is. Ja, het is allemaal blauw. Het heeft allemaal stroom nu. Mooi zo. Stroom is voldoende nog. Ups. En water is ook nog voldoende. Zat, we hebben voldoende. We beginnen al wat meer omzet te maken. We verliezen nu nog maar 876 euro per week. En er komen 25 mensen bij ongeveer per week. Klopt dat? Nee, dat zou wel gewoon de global happiness zijn. Weekly change, ja. Yeah. Dit is ons inwoneraantal. We hebben al 177 mensen hier wonen. Waarom zie ik dan nog steeds geen auto's? Ze kunnen hier toch gewoon komen? Of heb ik iets verkeerd gedaan met de snelweg? Nee. Dit klopt allemaal wel. Zeer apart. Nou ja, misschien zijn ze allemaal lopend of op de fiets. Je weet het niet. Je weet het niet. Oké, er wordt om meer industrie gevraagd. Low demand for industry. Hoeveel ruimte heb ik daar nog over? Oh, die kunnen nog wel eventjes doorbouwen. Nou, kijk eens aan. Daar komt een hele caravan met wagens aan. Daar hebben we de inwoners, de eerste inwoners van Greenwood. Dan begint ons dorpje een beetje te leven zo. En ik hoop dan dat we zo boven de... het negatieve komen, boven de min uitkomen, zodat we wat geld kunnen gaan sparen voor uitbreidingen. Ik wil die 8000 eigenlijk nog niet uitgeven, want ik ben nog niet uit de min. Bovendien, als we wat stroom nodig hebben of we komen tekort of we komen water tekort, dan hebben we geen cent om het bij te bouwen. Dus we moeten een beetje zuinig doen aan het begin van het spel. Een beetje afwachten hoe het allemaal gaat. Eens even kijken naar ons industrieterrein. Dat begint al aardig vorm te geven. Wat hebben we daar allemaal?
Wat ben jij? Goods Unlimited. 12 uneducated workers, nog 11 jobs available. Oké. Okay. Ready to wear limited. Ready to wear, oh dat hoort erbij. Box factory. Ready to wear. Zouden die namen gewoon random zijn? Dat is dan wel. Frank's Fish Stick Factory. Oeh, die moeten we in de gaten houden. Fish sticks, jongens. Lekker. En kijk eens. Ik begin al wat te groeien. Eigenlijk nog wel wat meer residential erbij hebben. We zitten bijna in de plus. Dus ik durf wel die regen een beetje door te trekken. Wat meer residential te plaatsen. Dan gaat dit schuin, wat een flauwekul. Bouw maar lekker door, jongens. We kunnen wel wat meer mensen gebruiken in deze stad. Nou ja, stad, het is een dorpje. 336 inwoners. Oh kijk, we staan in de plus. We verdienen meer dan dat eruit gaat. Dat is hartstikke mooi. Even kijken, hoe gaat het met onze stroom? Dan zitten we net op de helft van het gebruik. Dat moeten we even in de gaten houden. Het water, nou, daar hebben we nog meer dan genoeg capaciteit voor. Oké, nou even zuinig zijn met de centen. We hebben nog 1200 euro over. En ik wilde er toch echt graag minimaal 6 tot 8 op zak houden. Om zo meteen stroom bij te bouwen. Dus we moeten eventjes geduld hebben. Dat is het spel wel vaak. Zeker aan het begin. Dan moet je gewoon even wachten. Wachten tot er weer mensen en meer geld binnen. Is dit een Heineken toe? Jongens, er is bier. Het wordt nog gezellig hier. Nog meer Nederlandse huisjes. Wonen daar al mensen? Ja. Twee van de drie households. Vijf kinderen. Oh, wacht even. A little hamlet. Yes. We hebben reached a population of 400. We hebben meer dan 400 mensen in ons dorpje. Daardoor krijgen we meer opties. Die zijn geunlocked. We kunnen de taxes. We kunnen just taxation. Oké, dus we kunnen de belasting verhogen of verlagen. We kunnen leningen nemen nu ook. En we hebben nieuwe services. Garbage, healthcare, education. Daarmee kunnen we een medical clinic bouwen. Landfill site. Dus een vuilstort. En een basisschool. Oké. Laten we eens even kijken wat we daar gaan bouwen. Ik zet hem eventjes. Moet ik wel pauze zetten? Ah nee, we zitten in de plus. Wat we sowieso moeten bouwen is een vuilstort. Anders blijft overal het afval liggen. Dat doe ik ver buiten het bewoonde gebied. Want anders krijgen we klachten van stank en dergelijke. 287 dollar per week. Oké, en we kunnen een medical clinic bouwen, maar die kost ons 400 per week. En 10.000. Oké, en dan konden we nog meer bouwen, een elementary school. Ja, en die kost ook 10.000, kost 160 per week. Dan spaar ik aardig weinig op, want volgens mij, ja, die power die schiet ook omhoog zo. Nee, die twee bouw ik nog even niet. Anders kost ons dat te veel centen. En dat kunnen we allemaal nog niet opbrengen. Even wachten tot deze wat verder uitgegroeid zijn. Kijken, hoeveel zit het met onze capaciteit er überhaupt van? Landfill capacity. Dus we kunnen 8 miljoen units daar storten. En we produceren 7000 per week. Oké, dat kunnen we niet heel lang mee doen, dus met eentje. Maar voorlopig gaat het goed. We hebben al 500 inwoners.
verdien al bijna $500 of dollar, euro per week. Dat is mooi. Dat is een mooi begin voor onze stad Greenwood. Dat een groene stad gaat worden. Groene energie. Zo min mogelijk verkeer. En ik hoop zoveel mogelijk parken en dergelijke. Want je kunt hier ook bomen in planten laten. Al hebben we die optie nu nog niet. Die hebben wij nog niet vrijgespeeld. Maar dat komt al. Eens even kijken hoe doet onze commissie het. Global warming speeding up. Some group still in denial. Neighborhood shock. Ja, dat gaat goed zo te zien. Blij gezichtje. Convenience store. Ja, een hoekwinkel wat niet op de hoek staat. Kijk eens, de restaurant. Ik kan nog niks met de snelweg doen. Die kan ik nog niet veranderen helaas. Want daar hebben we nog de wegenopties niet voor. Anders had ik die wel misschien kunnen doortrekken. Alhoewel, dat kost aardig veel. Snelwegen zijn duur. Dus misschien maar goed dat ik dat nog niet gedaan heb. En maar goed dat ik die optie nog niet heb. Wat ik wel ga doen... is het commercie een beetje uitbreiden. Oh bol, serieus. Dat is jammer. Ik ga even een beetje toiletten. Kan dat? Ik ga er natuurlijk de dijk op. Dan kun je de bochtje draaien. Ja, yeah. Nou ja, dan doen we het dus even zo. Hoppakee. Ik maak het soms moeilijker dan wat dat nodig is. En daar kunnen we wat commercie aan kwijt. Zo. Dan voldoen we weer aan die vraag. Die vraag kun je hier trouwens zien. Maar dat hadden jullie vast al wel begrepen. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op SimCity. Ja, de ontwikkelingen gaan aardig, moet ik zeggen. Ik denk dat dit wel een leuk einde is voor de eerste aflevering. Bedankt voor het kijken allemaal. Volgende keer gaan we verder met onze superstad Greenwood. Dan gaan we eens kijken of we de volgende stap kunnen halen in de achievements. Kijken of we dan nieuwe opties krijgen. En hoe we verder gaan uitbreiden in deze groene stad. Tot ziens allemaal. Enjoy your game. Have fun.